Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ja, ik heb Jordi naar school gebracht. En Liam en Sam zijn thuis, die zijn altijd op maandag thuis. Maar mijn nagel was afgebroken. En ik kan wel weer een tijd zo door blijven lopen, maar daar word ik niet gelukkig van. Dus ik dacht bij mijn eigen, laat ik even een half uurtje spenderen. Nou ja, een half uurtje, waarschijnlijk 20 minuten. Om heel even ervoor te zorgen dat ik weer een nieuwe nagel heb. Dus daar ben ik even mee bezig. Ik heb hem net gepruimd en de eerste laag erop gedaan. Oh ja, en de verlenging natuurlijk het eerst opgezet. En ja, dat. Nu zit ik in de lamp, moet ik even wachten. Wat? Nee, je gaat hier even niet aankomen. Mama gaat het even gauw doen, afblijven. En als mama hiermee klaar is, dan is ze er weer voor jullie. Maar nu even niet. Jullie zijn even Paw Patrol aan het kijken. Goed zo. Dus dat. Ik ga even verder mijn podcastje aanzetten. En zorgen dat ik dit klaar heb. Want ik irriteer mijn eigen eraan als ik een halve nagel heb. En ik loop elke keer al met halve nagels. En ik ben er nou klaar mee. Ik zal jullie eens wat vertellen. Ik heb hem weer gefixt. Hij is niet perfect, maar dat heb ik afgeraffeld. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Ik ga zo even luiers en fruit maken voor die jong. En dan, hè. Maar deze heb ik alweer getackled. Deze zit er alweer aan. Je hebt net allemaal chocolaatje op, hè? Nou ja, chocolaatje. Hij heeft van die rice pops op, zoals chocoladesmaak. Wat hebben we net gestuurd naar papa? Papa? Ik? Hé? Hou? Van? Wauw! Jou! Papa, ik hou van jou. Dat deed hij in ieder geval. Je gaat het nu zien, wel anders gefilmd. Papa! Papa, ik hou van jou! Goed zo! Zeg maar, papa, ik hou van jou! Ja! Dag papa. No. Papa. Maar zo. Mwah. Maar zo. Papa baby. Mwah. Papa baby. Hoe dan? Papa. Papa. Dat is wel heel schattig, hè? Papa kiki. Nee, niet papa drinken. Papa kiki. Papa ga niet drinken. Papa is op zijn werk. Nee. Mama, dat ik drinken voor jou maken. Op. Is die op? Is jouw drinken op? Ja. Oh. Op. Nee. Hé. Ik op. Kijk. Stop. We houden ermee op. Spelen is nu klaar. Jij kent dat liedje ook. Jij kent hem ook, hè? Ja. Dit is de Muppet Show. Ja, de Muppet Show. Nee, hij wilde dit op het rode knopje drukken. Slimmerik. Ja, niet op het rode knopje drukken. Slimmerik. Gekkie. Hi. We hebben Jordi opgehaald, hè? Jordi? Die zit nou daar. Die heeft goed zijn best gedaan op school. Ja. Ja.
En ik ben ondertussen nu eten aan het maken. We eten vissticks met spinazie en aardappels en ei en zie en dat soort dingen. Waarom doe je met spullen gooien? Dan moet je eventjes alles geven. Kan mama het er weer aanmaken? Hey, dikko. Ja, ik weet wat jij wil, maar ik ga je niet optillen, want mijn schouder werkt niet mee. Dus je kan er zelf op klimmen als je dat wil. Je moet zelf klimmen als je op mama wil zitten. Ja. Dus dat. En Niels komt zo thuis. En ik ben ondertussen podcast aan het luisteren. Dus ik ben van alles aan het doen. Nu heel even zitten, want ik moet even wachten. En ik moet bij de spinazie blijven. Spinazie. Weet ik het. Hi! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, goed zo. 9 en dan 10. Goed zo. Oh no, mama die nou maken. Ik ga even iets maken voor Liam. Zo handig als je weet hoe het in elkaar steekt met Playmobil. Ga je iemand redden? Wie ga je redden? Yeah! Ja, ik bouw meestal die dingetjes zelf in elkaar, omdat ik ze meestal ook weer moet maken. Dus... Ga jij verder spelen? Ja, ga je verder spelen? Goed zo, jongen. Veel plezier. Dus ja, dat. Ik wacht even op Niels en dan kunnen we eten. Na het eten mochten de kinderen nog even buiten spelen. Ze hebben de hele dag niet buiten willen spelen. En nou wouden ze wel buiten spelen. Ja, en ik ben op dit moment heel erg trots. Serieus, Sam? Daar ben ik niet zo trots op. Ga maar lekker door, want je gaat ook toch douchen. Ik ben heel trots, want we aten spinazie met ei en vissticks en alles. Normaal, als Liam eet, Niels, je kan het bevestigen. Ja. Wat zegt hij dan? Bleh. Dat. Het enige waarbij hij dat niet zegt, is bij frietjes en poffetjes. Dat is het enigste. En nou heeft hij zowel 3 vissticks, om en nabij de 3 vissticks op. Ik denk 2 goede happen spinazie. En hebben al heel lang geen gekookte aardappels met jus eten. Maar ook die heeft hij er zeker 2 op. Van zulke aardappels. Dus ik ben trots. Ik ben hartstikke trots dat hij dat gegeten heeft. Een hele goede morgen. Ik heb Jordi en Liam naar school gebracht. En deze kleine dikkop die is lekker thuis. Hij heeft ook al 2 hamkaascroissantjes opgegeten. Ja, hè. Hij moet er nog van groeien. Gisteravond ben ik met iets... best emotioneel bezig geweest. Wij zijn namelijk nog steeds bezig met de WLZ. En ja, dat duurt een tijdje, want je hebt dingen nodig, et cetera. Maar zoals ik al vaker heb verteld, ik ben ook met mijn eigen bezig. En ja, het is allemaal niet zo heel makkelijk geweest de eerste paar jaar met Jordi. En... ik moet eigenlijk een levensloop, zeg maar, van Jordi een beetje maken. Dus een levensloop van wat er medisch gezien, et cetera, allemaal een beetje gebeurd is. En dat is niet heel makkelijk, want ik moet het zakelijk opschrijven. Ik mag het niet emotioneel opschrijven. En dat is lastig. Ik kan dat wel. Dan moet er bij mij een knop om, maar... ondertussen heb ik wel die beelden in mijn hoofd, hoe het mannetje daar lag, want dan kan ik het het beste eruit halen. Gelukkig kan ik heel veel terugkijken, zoals bijvoorbeeld bij het Radboud, kan ik terugkijken in welke datum wat wanneer was. Dus gelukkig is mijn hoofd vrij goed en weet ik het vrij zeker hoe en wat.
Dus ik moet zeggen, het is best oké. Okay. Ik ben nu bij het verhaal dat hij zijn darmoperatie kreeg. Maar ik heb wel gisteren een aantal dingen moeten opschrijven die heel emotioneel zijn. Je kind meemaken op een bepaalde manier. Wat heel tegennatuurlijk is. En dan heb ik het over net na de geboorte, et cetera. Ik kan heel veel met droge ogen vertellen, maar... Och, ik heb zitten janken gisteravond, hoor. Ja, omdat ik ook heel veel weggestopt heb. Dus dat, ik weet het allemaal nog wel, maar bepaalde emoties heb ik weggestopt. Dus ja, ik ben daar deze week mee bezig. Dus deze week, ja, ben ik 's avonds vooral met zulke dingen bezig. En ja, dat is wel belangrijk om bepaalde zorg voor Jordi te kunnen regelen. Dus ja. Het is pittig. Maar goed, dat betekent dat ik misschien ook een keer geen behoefte heb om te vloggen. Want oh, het is zwaarder dan zwaar. Dat komt wel goed. Komt allemaal goed. Hai, lekker ding. Hoi. Is het papa? Nee, papa centjes verdienen. Het is Paw Patrol. Paw Patrol, ja, je hebt Paw Patrol aan, hè? Chase. Chase. Marshall. Marshall. Rubbo. Rubbo. Bye. Bye. Even mijn haren vastgezet. Ziet er niet uit, maar ik heb het gewoon even uit de losse pols gedaan. Maar goed, hè? Ik heb dit ding even helemaal schoongemaakt. Even opnieuw ingedeeld. Netjes neergezet. Zodat het weer goed bruikbaar is. Want je hebt altijd in huis heb je bepaalde plekjes. Zoals bij mij is dat fornuis en de aankleedtafel. Daar pleur je alles neer. Ja, daar pleur je gewoon alles neer. Nou ja, dat is dus... een probleem. Dus ik heb dat heel even weer gereduceerd en opgeruimd. Moet ook wel eens een keer gebeuren. Nou ga ik dit doen. Is niet nodig. Dat lijkt maar zo. En hij is weer schoon. Voor de mensen die zich afvragen hoe dat ik dat doe. Deze gaan ook gelijk even in de vaatwasser. Ik gebruik... altijd babyolie ervoor. Deze heb ik toevallig staan. Toen die kleine etters van mij nog klein waren, gebruikte ik die wel eens voor hun. Maar de laatste tijd eigenlijk al heel lang niet meer. Dus hij staat bij mij gewoon in het gootsteenkastje voor mijn afzuigkap. Dus dat. Nou, volgende projectje. En dat is de koelkast even opruimen. Zo doe ik allemaal kleine projectjes vandaag. Zodat ik straks niet zoveel meer hoef na te denken. Vanavond even kan stofzuigen en dweilen. En dat ik dat klaar heb. Ik heb alle kinderen weer thuis van school. Daar zit Jordi. Ik word hier nog steeds zo blij van, hè. De bloemen. Maar goed, alles is weer thuis. En ja, goed. Ik hoop dat ik aankom nog wel beter slaap. Dat het allemaal niet zo in mijn hoofd blijft rondtollen. Want dat is wel de hele nacht een beetje geweest, zeg maar. Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Kom dan bij mama. Kom hier zitten. Mama, een kusje opgeven. Kom hier, ga zitten. Waar heb je ou? Waar heb je ou? Laat zien dan. Laat zien dan. Aan je teen. Waar? Wijs aan. Wijs aan dan. Anders kan ik toch niet op je stinkvoet kussen. Oké, doei.
even erkennen dat je snapt dat ze pijn hebben en een kus opgeven en het is over. De kracht van mama zijn. Juist. Ik heb wat besteld. Ja. Ja. Ik heb namelijk een probleem. En het probleem, dat is mijn middelste kind, Liam. Het zit namelijk zo. Jezus. Het zit namelijk zo. Dit kind wil wel op de wc op school. En wil niet zomaar hier op de wc. Dat is een periode geweest dat hij dat wel wou. Toen wou hij het weer niet. Toen wou hij het weer wel. Luier uitdoen heeft geen nut, want dat heb ik geprobeerd. Hij pist gewoon waar hij staat. En hij schijt gewoon waar hij staat. Dus, ik heb met school heb ik zitten denken van, hè, hoe kan ik dit aan gaan pakken? Ik heb iets besteld. Een potje wc. Ja. Gaat het werken? I don't know. Ik heb geen idee. Ik heb nog iets besteld. Hij heeft altijd Api. Ik heb die ook nog besteld. Ik heb deze besteld bij Mama Loes. Die heb ik besteld daar. Volgens mij was dat ding nog geen 30 euro. Ik heb een hele hoop reclame erbij. We hebben je pakket met plezier ingepakt. Ik geloof het. Ik hoef geen korting van HelloFresh. En ik hoef ook geen zalmolie. Nou, succes. Maar, ja. Deze ga ik morgen eventjes in elkaar zetten. Dat ga ik niet nauw doen. Maar er zit zelfs een toiletpapierhouder bij, want hij wil zijn pielenkaf afvegen. Wil hij ook op school. Dus ja, dat. Ja. Weet je wat het is? Hij heeft er gewoon geen behoefte aan. Hij is ook niet vies van zijn eigen. Hij gaat nog net niet zitten kleien met zijn scheid. Dus ja, dat. Wat hij wel doet is als Jordi gescheten heeft of Sam gescheten heeft. Oh, ba, ba. Oh, vies. Ba, ba. En dan zeg ik, ja, dat is vies. Liam, die doet dat ook, hè. Liam moet op de wc. Nee, no. Dat. Dus, ja. Die is net binnengekomen. Dus, die ga ik morgen even in elkaar zetten. Ga ik niet vandaag doen. Want ik ga even brood smeren. En, zorgen dat de keuken even gedaan is. En dan ga ik weer even typen. Want ja, ik heb natuurlijk wel iets wat ik moet maken nog. Waar ik het al eerder over heb gehad. En ja, dat. Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend alle kinderen naar school gebracht. Daarna ben ik naar de pijnbank gegaan. En daarna ben ik naar de winkel geweest voor een paar dagen boodschappen gehaald. En ik heb een broodje voor mezelf gehaald. En die ga ik nu lekker even eten. Ik heb knalende koppijn van die massage. Dus ik ga even relaxen. En dan verder mijn boodschap opruimen. Want ik heb nu alles wat in de koeling en vriezer moest. Dat heb ik al in zitten. Dus dat. Ja, ik ga even eten. Ik had knalende koppijn van de fysio. Dus ik heb niet zo heel veel gedaan. Maar wat ik wel heb gedaan is even gedoucht. Dus dat heb ik wel gedaan. Ik ga nu mijn boodschap opruimen. Want dat moet wel gebeuren. Dus dat. Dat ga ik even doen. Een hele goede morgen. Ik heb gisteravond zover het verhaal afgemaakt voor de WLZ.
ik moet nog eventjes er doorheen om eventjes nog het juiste Nederlands erin te doen. En zorgen dat ik de punten, komma's, et cetera, allemaal heb. Ja, dit heeft toch wel een impact op mij in mijn hoofd, maar ook op mijn lichaam. Ik slaap wat slechter op dit moment ook. Maar dat is nou eenmaal zo. Jordi heb ik vanochtend naar school gebracht. Liam en Sam zijn vandaag gewoon thuis. En ja, ik doe het vandaag een beetje rustig aan even. Even zorg dat de kinderen alles hebben, dat ze gewoon... Maar ja, ik doe het even wat rustiger aan. Omdat ik voel aan mijn lichaam dat dat niet het je van het momenteel is. Dus ik moet er ook eventjes aan denken natuurlijk. Maar voor de rest, ja. Ik heb momenteel ook heel weinig zin om te vloggen. Ben ik ook even heel eerlijk in. Ik ben met mijn hoofd bij andere dingen bezig. En dat is bij dat verslag. En... ik wil het ook niet afraffelen. Ik wil het een duidelijk verhaal hebben. Ik wil het als een duidelijk verhaal hebben. Dus ja, dat. Ja. Oh, echt? Hij vrolijkt me wel altijd op. Ik heb ook net al flink met hun, met zowel Liam als Sam, geknuffeld. En ik moet zeggen, dat brengt wel een beetje vreugde in mijn dag. Maar goed, ja, zoals ik al zei, ik doe het even een beetje rustig aan. Maar dat komt wel weer goed. Dus als deze vlog heel kort is, mijn excuses hiervoor. Soms ben je gewoon even met wat dingen bezig. Wat gewoon heel eventjes belangrijk is. En dan moet ik er gewoon voor zorgen dat ik daar even mijn aandacht bij heb. En ja, dat. Kindjes zijn weer gedoucht en wel in hun nest. Ja. We hebben hier opgeruimd, was gedaan, van alles en nog wat klaargezet voor morgen. En het is zo dadelijk tijd om ons bed in te gaan. Yes, yes. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.